Goedemorgen. Morgen is het nog. Um, shop, my stash. Het is begin juni. Dus uh, ik, ik, ik was er echt wel aan toe. Ik was echt wel een beetje zat met de, de dingen die ik uh, had gekozen. Uh, voor primer had ik de Prime Fine Fresh It Up van Catrice. Heb ik amper gebruikt. Deze heb ik wel wat gebruikt. De Clean ID. Pore Perfect in Primer. Ja, ja. Goed, maar niet dat je echt denkt. Woehoe. Gewoon prima. Um, ik heb de Revolution Color Collector. Waar staat het? Hallo. Conceal and Correct. Dit is de Peach variant voor als ik blauwe kringen heb. Dus die gaat terug, want die heb ik gewoon elke maand. En ik had de Clean ID. High cover concealer. Hallo? Ja. Yeah. Uh, prima concealer. Echt gewoon niets. Uh, ik gooi alles hier neer, want het is toch één grote zooi nu. Um, daar was niks mis mee. Dus dat. Er, prima, echt. Bronzer. Ik had de Clean ID. Want ik had de hele Clean ID-lijn natuurlijk. Uh, mooie bronzer. Echt heel fijn. Het was helemaal niets. Uh, en dan had ik de Essence Compact Powder. Heb ik niet gebruikt. Ik heb heel veel mijn um, Chanel Tende Chanel gebruikt. Um, maar het is wel een mooie bronzer, deze mozaïek. Dus, um, en ik had voor poeder had ik een Chanel poeder: de Anson. Le Beige Poederen. Weet ik niet. Healthy Glow Sheer Powder. Uh, niet gebruikt. Want ik had de Clean ID-poeder. Die heb ik al opgeruimd trouwens. Uh, voor blush had ik uh, twee van die blush en light blushes van Essence. Leuke blushes. Echt mooie kleur. Vooral deze wat donkerdere. Dit is een beetje koraal. En dit is dan de kleur Nude Twilight. Die vond ik het mooiste. En dit is. Coral Sunset. Nou, hmm, ja, hmm. Um, ik had een Glow Cherry van L'Oreal. Niet gebruikt. Want ik ben niet zo van de Glow. Maar ik had wel een Glow Paletje van Elf gepakt voor de zekerheid. Niet gebruikt. En ik had een Liquid Blush van Catrice. Hallo. Waar sta je? Hier. Hier. Yeah. Ja. Moa. Moa. Ik vond het moa. Uh, voor de wenkbrauwen heb ik nog steeds hetzelfde. Dat is de L'Oreal Plump and Brow. En dan heb ik deze erbij. Dat is de Clean ID. Hallo? Focus. Focus. Hallo. Brow filling gel heel fijn mooie kleur en dan heb ik nog steeds de catrice brow pen en ik heb ook de pomade nog steeds de inlegging van catrice en de wenkbrauwpoeder en dat blijft allemaal een beetje hetzelfde uh, voor oogschaduw had ik twee chanelletjes uh, de is handig, want zo kan ik het waarschijnlijk wel lezen. Andersom: Le Beige Palette. En dit is de the... Belmai Mine Naturaal. Ik heb geen idee hoe die heet: Healthy Glow Natural. Nou. En uh, deze ook van Le Beige. De uh, collectie Ombre uh, Naturel Eyeshadow Collection. Nou, um, dat was het. Ik, verder heb ik natuurlijk nog steeds mijn... Oh, ik heb nog meer gebruikt natuurlijk van de Clean ID. Deze. Uh, mooie kleur, past goed bij mij. Uh, ik vind alleen dat de textuur van mijn huid er een beetje uh, extra zichtbaar door is... Um, dus ik ga nog even verder mee spelen of misschien met een uh, pore primer, zeg maar, zo'n poreless primer, of dat dan werkt. Weet ik niet zeker, maar een fijne foundation, mooie. En verder heb ik nog steeds mijn Dior, mijn Chanel en mijn Catrice True Skin. Deze moet ook opgeruimd worden. Het is hier één grote soi momenteel. Oké, okay, we gaan beginnen. Uh, Zullen we weer gewoon bij het begin beginnen? Qua primers heb ik uitgezocht: De Elf Poreless Face Primer. Maar, maar die past hier natuurlijk niet in. Dus die moet ik even hier neerzetten. Ja. En ik heb natuurlijk altijd de Prime and Fine Spray. Voor als ik eventueel iets anders wil, dan heb ik Concealer. Wat ik wilde proberen ook een beetje op te maken is deze. De Eye Luminizing Brightener. Nee, geen idee. En daar heb ik ook de foundation van: Skin Luminizing Miracle Foundation. We gaan het proberen deze maand weer. Uh, even terug naar de uh, concealers. Facefinity Flawless Concealer. Ik heb een beetje een Max Factor thema deze maand, geloof ik. En dan heb ik de Radiant Lift Long Lasting and Radiant Concealer. Nou, halleluja. Uh, dan heb ik bronzers. Ik heb de Max Factor bronzer. Dit is. Waarom is het altijd ondersteboven? Cream Powder Light Gold. Nou, wat er cream is, weet ik niet eigenlijk. En ik heb van Catrice de Sungasm Luminizing Bronzer. Nou, dat is wel... Uh... Dan heb ik uh, poeder. Ja, poeder. Uh, voor de vaste poeder heb ik de Revolution Bake and Blot. Dan heb ik de Elf... Halo Glow Setting Powder. Oh, dat krijg ik er nooit allemaal in. Dat zoek ik straks wel uit. En ik heb nog een heel klein beetje van de Max Factor Miracle Veil Radiant Loose Powder. Er zit er maar een heel klein beetje in. Uh, dus die ga ik of wil ik opmaken graag. Blush. Ik heb deze van Catrice. Dit is de Coco Coral. Ja, nog nooit gebruikt. Dus ik ga even kijken wat het doet. Dan heb ik van Catrice Run The World Blush Box in de kleur Berry. En ik heb een blush box, zo'n mozaïek blush box in de kleur Dolce Vita. Als highlight heb ik ook een Catrice, dat is ook een roze, een beetje een roze thema uh, nu. Mary Berry Blossom. Nee, Mary Cherry Blossom. 0,15. Nou. Um... Oké. Okay. Ik heb... Um... Twee losse oogschaduwtjes. Ik had er toch drie? Van... Uh... Waar is die andere... Had net toch een ander in mijn handen? Oh, hier zo. Nou. Goed. Deze had ik dus in mijn handen. Dit is de kleur. 2 boom. Dan heb ik de kleur. 4 Toop. En ik heb de kleur. Nou, hallo. 16 Sleet. Nou. Gaan we die ook een keer gebruiken? Dan heb ik een paletje van de Hennessy Maurits. En dit is gewoon een oogschaduwpalet. Even openmaken. En dat is natuurlijk weer allemaal nude kleuren. Want dat vind ik mooi. En ik heb een paletje uitgekozen van Burberry. Dat bewaar ik echt heel netjes. Ja. Even kijken of ik het er met één hand uit ga krijgen. Oh, even een beetje helpen. Uh, dit is wel een van mijn favoriete paletjes. Voor als ik dan toch oogmake-up op moet doen, dan zoiets, zeg maar. Ja, dus dat zijn ze. Uh, verder had ik nog uh, de Clean ID mascara gebruikt. Heel fijn, heel mooi, niks op tegen. Uh, de lift-up van Catrice heb ik weggedaan. Want die werd helemaal te dik en uh, niet meer te doen. En ik heb laatst gekocht en heb ik nu ingebruikt de Catrice Glam and Doll False Lashes of zo. Wat, heeft, wat is dit vandaag? Nou goed. En dan heb ik ook nog de Sky High. En ik heb allerlei dingen door elkaar. Maar dat, ja, nou. Ik ben er niet zo heel secuur mee. Uh, verder is mijn tafeltje ontploft gewoon. Dus ik moet dat echt even hoog nodig opruimen. Maar niet vandaag, want ik heb last van de warmte. Um, wel de eerste prik gehad, ook drie keer gebeten door een mug Dus ik haat muggen. Uh, echt, echt uit het diepst van mijn hart. Maar goed, um, daar ging het niet om. Um, wat ik veel gedragen heb, is deze van Catrice zo so, plump and go hoe heet het volumizing lipgloss in de kleur ga je dat laten zien of niet hallo alsjeblieft nou uh, mooie kleur gewoon een beetje nieuw um, dat was hem ik ga die spulletjes uh, opruimen en proberen aankomende maand. Dit gaat terug in mijn la. Um, en al die andere zooi opruimen, dat doe ik van de week wel. Fijne dag verder. Geniet van het mooie weer. En um, tot de volgende keer. Doei.